Goedenavond. Na weken van onrust rond ABN AMRO en na harde verwijten richting de bankiers hopen kabinet en Tweede Kamer nu op rust rond de bank. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de beloningen bij ABN. De bank kan mogelijk toch snel naar de beurs. Modebedrijf De Etam Groep heeft uitstel van betaling aangevraagd. De winkelketen, waaronder Miss Etam en Promis vallen, staat daarmee op de rand van een faillissement. Bij De Etam Groep werken ruim 2000 mensen. Sjaak Rijke, de man die afgelopen maandag in Mali werd bevrijd uit handen van Al-Qaeda, heeft via het ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uitgegeven. Hij is dolblij dat hij vrij is. De rector van het vierde gymnasium in Amsterdam heeft toegegeven dat hij kinderporno heeft gedownload. Dat schrijft hij in een brief aan de ouders die in handen is van het Parool. De rector zegt dat hij nooit kinderen heeft aangeraakt. En in de Utrechtse wijk Overvecht dreigde een man vanochtend om zijn flat op te blazen. De politie... Serviceflats voor ouderen zijn steeds vaker onderwerp van ruzie. De complexen staan door de huizencrisis vaak gedeeltelijk leeg of zijn slecht onderhouden. De particuliere eigenaren van de flatwoningen raken nu in conflict met projectontwikkelaars. Want die willen de grond maar wat graag in handen krijgen voor nieuwe projecten. Zijn wij goed genoeg voorbereid op dreiging uit het oosten? De NAVO vindt van niet en heeft daarom de flitsmacht opgericht. Duizenden militairen die razendsnel paraat kunnen zijn als een NAVO-land wordt aangevallen. Nederland is een van de grootste deelnemers in die flitsmacht. En vandaag oefenen ze voor het eerst. Gerrit, we willen maar één ding weten eigenlijk, hè? Wordt het morgen rokjesdag? En tot zover dit NOS-journaal. De volgende uitzending is straks om 8 uur ook op NPO1. Hier nu één vandaag met Pieter-Jan Hagens. Ik wens u een heel mooie avond.